De frequentieregelaar, zoals er hier eentje zit, zorgt ervoor dat de stromen na de machine geleidelijk aangestuurd wordt, waardoor die dus netjes vertrekt, maar ook bestopt. Op het moment dat je dus een oude situatie hebt waar geen frequentieregelaar zit, als je daar de machine in volgbedrijf voelt, dan is die altijd heet. En de frequentieregelaar, als die geplaatst is, zal je zien dat die machine, hij wordt warm, maar niet meer heet. Waardoor dus je liftmachine ga je eigenlijk positief verlengen. Je moet de besturing dan aanpassen, daar zit tijd in. De machine moet er wel geschikt voor zijn, daar moet even naar gekeken worden. Maar 9 van de 10 is dat geen probleem. Doorlooptijd, ja, 2-3 dagen hooguit. Op het moment dat dus de lift omgebouwd is met een nieuwe besturing, waar standaard tegenwoordig de frequentieregelaar op zit, heb je dus de mazzel dat de motor aangestuurd wordt, maar eigenlijk stilgezet wordt en dan pas de remmen laat vallen. Het voordeel is dat je geen mechanische kracht hebt in de motor die de slijtage veroorzaken. Het stopverschillen haal je weg. De continuïteit in de winter, in de zomer, maakt allemaal niet meer uit.